Mijn naam is Boudewijn Oudé. Ik ben van Floron en heb de paneldiscussie over inzaai voorgezeten. Maar omdat het begin van de paneldiscussie niet is opgenomen, heb ik de inleiding even apart opgenomen om dat ook netjes weer te kunnen geven. Welkom bij de paneldiscussie over inzaaien. De afname aan biodiversiteit leidt tot allerlei initiatieven om de natuur een handje te helpen. Het inzaaien van wilde bloemenmengsels is populair en inzaaien neemt een steeds grotere vlucht. Denk aan het zakje zaad bij de supermarkt of zelfs van natuurmonumenten. Of provinciaal gefinancierde acties voor bloemenlinten en bloeibogentools die stimuleren om zoveel mogelijk planten bij te zaaien of uit te planten. Misschien allemaal bedoeld voor in de tuin of in de stedelijke omgeving, maar onze floristen zien dit soort mengsels ook steeds vaker in de berm of in natuurgebieden opduiken. In hoeverre kun je gaan en wat is nog wenselijk? Floron heeft afgelopen jaar de meningen en ervaringen met inzaai gepeild en in een themanummer van het tijdschrift Planten gebundeld. En heeft daarbij ook een eigen standpunt geformuleerd. Je kunt het tijdschrift downloaden via de website van Floron als je dat wil. We gaan nu aan de hand van een aantal stellingen in gesprek met het agrarisch collectief Veluwe, met Nederland Bloeit en met Floron. Daarom van harte welkom Arjen Fernhout, Sarah Mamphuis en Sascha van der Meer. En ik wil eigenlijk beginnen met het vragen van jullie alle drie om een inleiding te geven van wat je met inzaaien doet, waarom je dat doet, hoe je dat doet, zodat we daar een beetje een beeld van krijgen. Ik wilde daarbij eerst het woord geven aan Sarah Mamphuis van Agrarisch Collectief Veluwe. In totaal hebben we een kleine 800 deelnemers, best een behoorlijk aantal. Onze subsidiepakketten die worden gesubsidieerd met Europees geld en Nederlands geld. Wij zijn met name gericht op doelsoorten die ook op de rode lijst voorkomen. Dus onze natuurbeheerpakketten zijn heel gericht afgesteld op soorten die ondersteuning nodig hebben. Dat gaat eigenlijk alleen om fauna. Dus wij hebben, alhoewel we wel rekening houden met floristische biodiversiteit en daar ook heel veel waarde aan hechten als onderdeel van een robuust ecosysteem, zijn onze doelsoorten echt heel specifiek. En daar worden wij ook op afgerekend. Dus dat is onze hoofdlijn. Daarnaast zijn we de afgelopen 2 jaar vooral ook veel projecten gaan draaien op het gebied van natuurinclusieve landbouw. En onze functie is eigenlijk steeds meer om op de brug te staan tussen boeren en natuur. En ook te kijken hoe wij biodiversiteits- en klimaatdoelen kunnen gaan integreren voor een stukje winst voor de natuur, maar ook een duurzame bedrijfsvoering. Dus dat is eigenlijk best een gebied waar heel veel verschillende belangen samenkomen. Het specifieke gebied waar ik hier vandaag voor ben is met name onze kruidenrijke akkerranden die we afsluiten. Dat doen we zowel in onze landelijke pakketten als ook met gemeentes. Voor de mengsel die we gebruiken, maken we gebruik van ook van het advies van externe ecologen. Maar de afgelopen 2 jaar hebben we ook een project gedraaid om ook te zeggen van we willen vooral gaan kijken wat past hier nu bij onze bodems en in onze gebieden en ook wat is praktisch haalbaar. Dus we zijn eigenlijk best met veel verschillende mensen bezig en ook best wel kritisch op onze mengsels. De praktijk voor ons is dat het best lastig is om zeg maar enerzijds zoveel mogelijk inheemse soorten te stimuleren. Want daar sluiten wij ons volledig bij aan. We willen zoveel mogelijk regionaal. Daar kijken we ook naar bij onze zaadleveranciers. Dat er eigenlijk zo dicht mogelijk bij, dat de zaadbronnen zo dicht mogelijk bij zijn. Zodat er zo min mogelijk kilometers worden gemaakt. Maar we moeten ook kijken naar maatschappelijke aspecten zoals ook wat de burger ervan vindt. Er moet een redelijk lange bloeiboog in zitten. Omdat het voor boeren ook belangrijk is dat er ook wat positiviteit wordt gegenereerd. Dat is ook een uithangbord voor de boer. Dus eigenlijk best wel veel verschillende dingen. Robuuste ecosystemen en vooral leefgebieden voor onze doelsoorten. Dat staat eigenlijk bij ons centraal.
En als je het over doelsoorten hebt, dan gaat het bijvoorbeeld over patrijs of zo? Of wat ja, voor... patrijzen, ja. Maar ook bijvoorbeeld de knoflookpad, steenuilen, kerkuilen, het vliegend hert, dat soort soorten. Dankjewel. Dankjewel. Arjan, mag ik jou vragen om te vertellen waar jij mee bezig bent? Ja, mijn naam is Arjan Fernhout, Stichting NL Bloeit. De stichting is inmiddels zo'n 4 jaar actief, met name in de regio Nijmegen. Maar we opereren ook elders in het land. We heten niet voor niets NL Bloeit. Ons doel is om Nederland weer in bloei te krijgen, specifiek met de oorspronkelijk inheemse flora. Zoals menig een van jullie weten, staat de inheemse wilde flora zwaar onder druk. Heel veel soorten zijn al uitgestorven, veel soorten zijn op het punt uit te sterven of ernstig bedreigd. We hebben nog wat algemene soorten gelukkig en wij proberen daar als stichting, met name in het stedelijk gebied, een bijdrage aan te leveren. Waarom? Wij voelen ons als mens, als onderdeel van de natuur, mede verantwoordelijk voor de biologische diversiteit waarin wij leven. De biologische diversiteit in de stad, zeker in een stad, maar ook in een minder stedelijke omgeving als dorpen, staat ook zwaar onder druk. Er wordt wel vaak gezegd, het aantal soorten dat in de stad voorkomt is groter dan op het platteland. Dat kan wel. Maar het gaat niet om het aantal soorten, maar meer om de ecosystemen en de leefgemeenschap die we in stand moeten houden. En dat speelt natuurlijk maar in beperkte mate een rol in het stedelijk gebied. Maar desondanks vinden wij juist om de mens weer te laten ervaren, te laten zien wat de inheemse wilde planten vooral hebben en betekenis hebben en schoonheid hebben. Puur al voor de planten zichzelf, zeg maar, voor de intrinsieke waarde van de planten. Maar ook voor al het leven wat daaraan gekoppeld is. En niet te vergeten ook het bodemleven. Want die symbiose die de wilde plant met de bodem en het bodemleven aangaat en daardoor elkaar in stand houdt, is cruciaal. Dat zie je niet, maar ja, ook daar leeft van alles. 30% zo'n beetje van het totaal aantal soorten. En daar proberen wij als stichting op een verantwoorde wijze, want ik kom er straks nog op terug, denk ik, een bijdrage aan te leveren. Mooi, dankjewel. Sascha. Mijn naam is Sascha van der Meer. Ik werk nu een aantal jaar bij Floron als projectleider soortbescherming. Dus ik ben bezig met soortbeschermingsprojecten. En dat is dan ook binnen soortbeschermingsprojecten zijn we vaker bezig met populatieherstel. Dus populaties van hele bedreigde soorten die heel erg hard achteruit zijn gegaan. Om die te herstellen. En dan zien we dus in veel situaties zien we dat populaties zodanig klein zijn geworden dat die eigenlijk niet meer op eigen kracht verder uit kunnen breiden, omdat er bijvoorbeeld weinig zaden of kwalitatief slechte zaden worden geproduceerd. En in die omstandigheden zijn we dan ook bezig met inzaaien. Vaak wordt er dan een kweekprogramma opgezet voor zo'n soort. De zaden die uit zo'n kweekprogramma voortkomen, die worden dan gebruikt voor populatieherstel. Ik heb hiervoor ben gepromoveerd in de plantecologie, veel onderzoek gedaan, genetisch onderzoek, demografisch onderzoek. Dus echt wel eerst heel erg goed gaan kijken hoe staat een soort ervoor, wat heeft een soort nodig voordat je kiest. Je gaat niet zomaar beginnen met inzaaien, wat mij betreft. Dus eerst even kijken wat is er aan de hand, wat speelt er. En als je dan ziet dat je zo'n soort alleen nog maar kan helpen door... Dus bijvoorbeeld populatieherstel, door zo'n populatie actief te ondersteunen eigenlijk, om dan pas te kiezen voor inzaai. En bij Floron hebben we sowieso een nee tenzij insteek voor inzaai. Niet meteen beginnen met inzaai. Eerst heel veel stappen doorlopen. Gaan kijken wat is er aan de hand, wat willen we bereiken, wat is het doel. Voordat je gaat kiezen voor inzaai, daar zullen we het ook waarschijnlijk nog uitgebreid over hebben, welke stappen dat dan zijn en hoe wij er tegenaan kijken. Mooi, dankjewel. Ik vind het wel heel erg leuk om de natuur en de stad en het agrarisch landschap eigenlijk hier vertegenwoordigd te hebben. Dat zie je ook meteen aan de verhalen zoals ze naar voren komen. Ik wil eventjes beginnen, zeg maar een beetje vanuit het standpunt van Floron, waarbij ook de term floravervalsing
nou ja, niet direct wordt gebruikt, maar wel vaak zeg maar op de achtergrond speelt. Sascha, zou jij daar iets over kunnen vertellen? Zou je kunnen toelichten wat dat is? Ja. Floravervalsing is een term die wij veel gebruiken, waar we ons ook heel erg zorgen over maken. Dat is namelijk het introduceren van soorten op plekken waar ze van nature niet staan, niet voorkomen. Dus dat is een soort die in zuidelijk Nederland groeit, op andere plekken introduceren. Beemdenboom die overal wordt uitgezaaid, of een groot streepzaad of dergelijke soorten. Op plekken waar die van nature niet thuis wordt, dat is dan floravervalsing. We zien eigenlijk graag dat als je al start met inzaaien, wat we sowieso misschien een stap is die we liever niet zetten, dan binnen het historisch verspreidingsgebied van die soorten. Maar floravervalsing is dus inderdaad introduceren van soorten op plekken waar ze van nature niet staan. Dan kom ik bij, we gaan proberen aan de hand van een aantal stellingen ook te praten over deze materie. En mijn eerste stelling, dat is dan geredeneerd vanuit het Floron standpunt, inzaaien is floravervalsing. Hoe wil een van jullie daarop reageren? Zeker, maar... Ja, maar eerst. Okay. Nou, zoals ik al in mijn intro zei, werken we eigenlijk alleen maar in het stedelijk gebied. Daar is iedere vierkante centimeter al door de mensen op de schop gebracht. Daar speelt eigenlijk het verhaal van leefgemeenschappen of wilde populaties niet. Soms nog aan de randen van een stad heb je nog een gebiedje. Daar kun je dan heel goed rekening mee houden. In een stad is al sprake van tuinen, parken waar de floravervalsing al eeuwen een rol speelt. Wij zijn als mensen... driftig begonnen al eeuwen terug om allerlei planten uit het buitenland te halen omdat die zo bijzonder zijn. Ja, dat is met name op particuliere landgoederen en in steden natuurlijk gebeurd, in bewoond gebied. Dus in ons werk hebben wij die discussie eerlijk gezegd eigenlijk nooit, omdat het natuurwaarde niet speelt. In de stad is de wilde flora zo beperkt aanwezig dat het eigenlijk altijd een verrijking is. En aangezien wij met wilde plantenzaden werken, die ook genetische verrijking met zich meebrengen, is hetgeen wat wij doen in de stad eigenlijk alleen maar een verrijking voor flora en fauna. Maar kijk je dan wel, even een vraag te stellen, kijk je dan wel bijvoorbeeld als je in Maastricht aan de slag gaat van wat zijn dan wel binnen het historisch verspreidingsgebied soorten die hier thuis horen? Dan als je in Leeuwarden een project start. Je gaat daar wel kijken wat wordt er bij de regio. Ja, laten we als Amsterdam als voorbeeld nemen. Daar hebben we vorig jaar in een park volgens de bewoners een bloemrijke klimaattuin aangelegd. Is uiteraard in ontwikkeling, maar daar hebben we met vaste planten die we zelf opkweken met autochtoon zaad en zaden gewerkt. En daar hebben we puur soorten toegepast die daar in de regio van nature voorkomen. Dat is ook logisch, hè, want je zit daar met een bepaald bodemtype. En nou is het wel een park waar de bodem alweer op de schop is gegaan. Maar je probeert natuurlijk de soorten in te zijn, de planten die op een plek ook een bestaansrecht hebben. En daar speelt bodem een hele belangrijke rol. Maar daar hebben we alleen voor soorten gekozen die daar in de regio voorkomen. Ja. Sarah, hoe kijk jij aan tegen... de stelling? Ik kan me heel goed voorstellen ook wat Sascha zegt en wat we eerder ook met jou hebben besproken. Floravervalsing is iets wat in ons beheer, waar wij heel gericht kritisch op zijn. Omdat we dus inderdaad, alhoewel planten niet tot onze directe doelsoorten behoren, wij willen dat ook heel graag behouden. Dus dat is in ieder geval het eerste. Maar ik denk dat daar een stuk nuancering heel belangrijk is. Ten eerste is er een wezenlijk verschil tussen natuurgrond en agrarische grond. Agrarische grond wordt veel omgewerkt. Dus plantgemeenschappen en ook bodemleven heeft een heel andere structuur en verandert ook heel vaak. En heel veel boeren passen nu ook al NKG-technieken toe. Dus dat is allemaal wel aan het veranderen. Maar we hebben niet kerngrondbewerking. Ja. Sorry. De bodem waar die planten op moeten groeien is gewoon heel anders.
Zeker op zandgrond waar wij zitten hebben we een hele hoge onkruiddruk en we hebben te maken met productieve grond. Dus op het moment dat, dat wij bij boeren komen die akkerranden willen aanleggen, dan moet de vergoeding in ieder geval hoog genoeg zijn om te concurreren met het productiegewas wat erop staat. Dus daar waar een akkerrand komt te staan, daar kan geen mais staan. Dus die prijs moet in ieder geval gelijk zijn of net iets hoger. Onze akkerranden zijn allemaal onbemest. En wij zijn nu stap aan het maken om steeds meer meerjarige randen aan te leggen. Dat er minder in de bodem wordt gewoeld. Dat soorten langer de kans krijgen. En dat we ook voor insecten veel meer gaan bieden op het gebied van zowel overwintering als een stuk nectarbeschutting en dat soort dingen. Maar ik denk dat onderscheid in bodemcondities heel belangrijk is. En we hebben ons dus door onze vernieuwing van de mengsels zijn we ook gericht bezig geweest met bodem. En we zien dat heel veel wilde soorten een redelijk hoge pH nodig hebben. En zowel de bemestingstoestand van agrarische percelen als ook de bewerkingstechnieken, die maakt vaak dat de bodem een andere mineralenbalans heeft, maar ook een andere pH. Dus de planten die het goed doen in het zuurdere milieu zijn vaak de onkruiden. Die hebben ook weer waarde voor insecten. Maar dat is uiteindelijk niet waar we die randen voor afsluiten. Dus bij ons wordt die discussie, er komen steeds meer belangen bij kijken. Onder andere dus de economische belangen die ik in het begin ook noemde. Maar je noemt de wilde planten die daar voorkomen ook onkruiden meteen. Ja, ja. Nou ja, weet je, dat wil ik gelijk even gezegd hebben. Daar waar ik onkruiden zeg, bedoel ik daar niks negatiefs mee. Dit is gewoon een term die wij gebruiken, maar kruiden, dat is... dat is in ieder geval één punt. Het andere is, Arjan die gaf het ook al heel mooi aan, van er zit ook biodiversiteit onder de grond. Dus op het moment dat wij proberen zoveel mogelijk inheemse soorten in te zaaien, ook in onze mengsels te doen. Wat de bodem te bieden heeft, dat laat de planten groeien. Dus als wij de keuze hebben van redelijk zeldzame soorten, waarvan de kans minimaal is dat ze het echt goed doen en dat ze het niet gaan afleggen qua concurrentie tegen andere planten, dan moeten we andere keuzes maken. Dus onze mengsels bevatten zoveel mogelijk inheems, maar daar waar dat niet lukt en waar we toch moeten kiezen voor een langere bloeiboog of dan kijken wij ook naar andere soorten. Maar dan zijn we er heel kritisch op dat de soorten die we gebruiken, dat die adventief zijn. Dus dat ze zich alleen stand kunnen houden in het gebied als ze ook ingezaaid blijven worden. Daar kijken we naar. Om maar eventjes twee soorten te noemen. De korenbloem en de klaproos. De dubbel gerokte klaproos of korenbloem. En de klaproos in alle kleuren van de regenboog. Dat proberen wij ook te vermijden. Dus als wij kijken naar die soorten, dan kijken we echt van, we willen zaad zo lokaal mogelijk en we willen dat risico op inkruising met inheemse soorten. Dat is voor ons de bottom line. Maar goed, dat risico neem je altijd als je gaat inzaaien en zaden van buiten haalt. Ja. Die kunnen altijd kruisen met de wilde populaties die daar staan. En dan worden natuurlijk wel die evolutionaire processen. Dat in zo'n wilde populatie, die zijn natuurlijk aangepast aan de lokale omstandigheden. Ja. Die worden doorbroken. Het is heel goed dat jullie erop letten. Maar ja. Ja, als je zaden van buiten haalt en zelfs ook, daar zitten gewoon... Maar zelfs als je met inheemse soorten werkt en je haalt ze ergens uit Europa, dat zijn natuurlijk, die zijn al op een andere situatie aangepast dan onze populaties. Absoluut. Zelfs als je zo uit Noord-Nederland haalt en in Zuid-Nederland inzijdt, of uit een andere fysiografische regio, dat kan ook allemaal al schade voor die wilde populaties opleveren. Dus, en dat is denk ik een heel goed punt wat je aanhaalt. En ook een van de redenen waarom we graag de samenwerking zoeken met partijen zoals Floron. Om ook samen te kijken van hoe kunnen we het beter doen. Hoe kunnen we het in ieder geval zo goed mogelijk doen. Want wij horen ook nog wel eens van zeg maar goedbedoelende burgers die dan zeggen van of ecologen die op een fietsje stappen en dan even afstappen en een gesprekje aangaan. Jullie hebben toch wel inheemse soorten, maar inderdaad, als jij inheemse soorten inzaait en je haalt een polletje struisgraszaad uit Duitsland, dan is dat ook alweer mogelijk een ander DNA als het struisgras wat er zelf zou ontstaan.
En het is echt heel problematisch. Want op die manier, zeker van zeldzame soorten. Dus inheems is niet dan, niet altijd beter. En wij hebben ook... exoten naar binnen halen is in die zin maar ook geen oplossing. Hoor. Ja. Nee, dat snap ik ook. Maar dat is mooi dat we nu... dat we nu kunnen zien hoe gelaagd die discussie ook is. Die discussie hebben wij ook met onze ecologen. Want we hebben externe ecologen die dus onze, vooral onze floristische pakketten beoordelen. Onze botanisch hooiland, maar ook kruidenrijke akkers. En die geeft dan ook aan op het moment dat je op agrarische grond zit... Je kan ook bijvoorbeeld voor bloeiende cultuurgewassen kiezen. Want op het moment dat je dat doet, dan blijf je in ieder geval van die inheemse soorten af. Want niet inzaaien is voor ons geen optie. Want het zijn, er moet of mais staan of iets anders. En we hebben niet jaren de tijd om het vanzelf te laten ontstaan. En het bemestingsniveau, op het moment dat het 10 jaar als productieve agrarische grond gebruikt is... Dan zijn de planten die daar groeien, dat zijn niet de zeldzame soorten die wij graag willen zien. Of een stukje de toplaag. Mag ik nog iets over de stelling ook zeggen? Deze stelling. Dat we gewoon nu, wat je ziet als je gewoon buiten rond gaat lopen, is dat je niet meer aan de bloemen in de berm kan zien waar in Nederland je staat. Omdat er zoveel is ingebracht. En dat is gewoon heel erg jammer. De floravervalsing leidt ertoe dat de eigenheid van streken gewoon verloren gaat. Mm-hmm. En dat is iets wat we gewoon heel erg jammer vinden. Ja. Maar ik wou even een overstapje maken naar de volgende stelling. En die gaat ook over die maisakkers waar jij het over hebt. Want is het niet... En ik hoor dat ook al een beetje bij Arjen in zijn verhaal. Van is het niet al wat waard als je die akkerrand niet meer bemest en in de mais hebt staan, maar met inheemse soorten? Zou jij daar als allereerste even op kunnen reflecteren hoe jij daar tegenaan kijkt? Ja, zeker. Dus een maisakker is gewoon met een bloemenrand is beter dan helemaal maisakker. Dat hangt er vanaf, zou ik als direct antwoord willen geven. Uiteraard is het voor de bloembezoekende insecten prettig als er ergens wat te eten valt. En er zijn heel veel soorten die niet zo specifiek gericht zijn op een aantal soorten wilde planten. Met name de hommels zijn wat algemener, hè, qua stuifmeel en nectar. Maar kijk, als je dit vanuit het perspectief van de biodiversiteitsverlies in het landschap bekijkt... In het agrarisch landschap zeggen wij altijd, daar heb je eigenlijk geen leefgemeenschappen of ecosystemen meer. En hoogstens nog wat soorten en is eigenlijk de biologische rijkheid, de diversiteit al zo ver afgebroken. Dat het tijdelijk inzaaien van een akkerrand met of cosmea's of andere exoten of met inheemse soorten die dan na een jaar toch weer worden omgeploegd. Eigenlijk niet meer dan een cosmetische ingreep. We kunnen beter, en dat proces is al gaande in Nederland, weer agrarisch grond omvormen naar natuur. En daar harde keuzes in maken en de natuurwaarde weer herstellen. We hebben meer aan als het gaat om de biologische diversiteit, herstel. Dan in een systeem blijven zitten van we moeten wat doen voor de insectjes op het agrarisch landschap. Dan moeten ze eigenlijk gewoon structureel... Hun land, die boeren hun land structureel dooraderen met groene en blauwe elementen, dus met de heggen, de hagen, de houtwallen, zoals het vroeger grotendeels was. Dat was prima geweest. Ja. En dat kan weer terug. Ja. Sarah, ik hoorde jou zeggen dat eenjarige is inderdaad misschien ook niet zo duurzaam, niet zo effectief voor het, genereren van biodiversiteit in het agrarisch landschap. En dat jullie ook meer aan het zoeken zijn naar meerjarige randen. Nou, dat was niet helemaal wat ik zei. We hebben in principe eenjarige en meerjarige randen. En de randen die we inzaaien zijn afhankelijk van het doel. Onze eenjarige randen die we hebben, die hebben een basis van graan. Ook voor zaadetende vogels, want dat zijn die doelsoorten voor de betreffende randen. Mm-hmm. En ook weer goed dat je dat aangeeft, want die eenjarige randen zijn dus daarop gericht. Dat betekent dus als je daarop richt, kun je niet
wat anders doen. Nee. Dus onze meerjarige randen zijn meer gericht op uitspoeling. En dan heb je het met name dus over de maïsakkers die wat zwaarder worden bemest. En dat zeg maar de bemesting die dus niet door de maïs gebruikt wordt, dat die wordt opgevangen door de rand. Er liggen ontzettend veel doelen op het gebied van klimaat en biodiversiteit. Er zit ook een hele hoge urgentie aan. En we kunnen veel doen, maar we kunnen het niet allemaal tegelijkertijd. Dan denk ik dat zeker daar het gebied waarin wij werken, dat een pragmatische benadering heel belangrijk is. Alle akkerranden worden niet bemest. Dat is al een stuk winst voor de bodem. Over 5 of 10 jaar gaan we steeds meer randen zien, denk ik, die langere tijd niet bemest zijn. Wat uiteindelijk ook zal betekenen dat de bodem steeds geschikter zal worden voor de zeldzame soorten, voor inheemse planten die uiteindelijk vanuit de genenbank weer kunnen gaan koloniseren. Ik ben het niet helemaal met Arjan eens als het gaat over het agrarische landschap, dat wordt afgeschilderd als een gebied met weinig natuurwaarde. Ik denk wel dat we kritisch moeten kijken. Ik denk ook dat er verbetering mogelijk is. Maar in dat landschap zijn nog steeds kernen te vinden die wel bijzondere biodiversiteit kennen. En daar waar dat zo is, willen wij in ieder geval in de toekomst gaan kijken naar ook maatwerkbeheer. Dus op het moment dat wij bij een boer een bepaalde zeldzame plant ontdekken of door vrijwilligers of wat dan ook, dan willen we een stukje maatwerk leveren en samen met andere organisaties kijken van hoe kunnen we dat beschermen. Maar door het grote areaal wat wij hebben en ook de economische en maatschappelijke belangen die ook meespelen in de afname van onze pakketten, moeten wij keuzes maken. En dat betekent dus dat we dat er soms ook dingen zijn waar we geen verbetering in kunnen doorvoeren op dat moment. Maar als agrariër, als grondeigenaar, is die verplicht bij het collectief een bepaald mengsel te kiezen? Of mag dit eigenlijk altijd zelf kiezen wat hij zegt? Nee, wij voeren onze eigen mengsels. Ja, maar is die verplicht? Ja. 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 In principe hebben wij we hebben 5 deelgebieden die elk een eigen veldcoördinator hebben. Nou is het wel zo, van in principe worden gewoon onze eigen mengsels gevoerd. Omdat wij weten dat we die mengsels kunnen onderbouwen. Zowel naar de deelnemers toe als naar buiten. Op het moment dat iemand komt met een heel specifiek vraag en zegt van op ons landgoed hebben wij bij wijze van spreken, wij hebben patrijzen of wij zitten in een gebied wat grenst aan patrijzen en wij willen die akkerranden iets anders insteken of wij hebben daar een idee. Zolang het ecologisch onderbouwd kan worden en in overleg met ons kan daar wel van afgeweken worden, maar dat moet goed onderbouwd worden. Want dat is wel de basis van ons beheer. Nou, wat voor de stelling hadden we het over natuurlijk wat op een maïsakker of het dan wel of niet meerwaarde heeft. Maar daar denk ik ook echt, volgens mij als je daar bloemen neerzet, dat is vooral leuk voor de mens. Leuk om naar te kijken. Maar het heeft heel weinig meerwaarde voor de natuur daar. Als je bijvoorbeeld ook hoort dat veel wilde bijensoorten die we willen ondersteunen, die hebben zowel een nestgelegenheid als voedselaanbod nodig. Zoals Koos Biesmeijer ook al in het themanummer schrijft, dat is in het agrarisch land heel vaak helemaal niet aanwezig. Dus je kan wel alleen voedselaanbod daar neerzetten. Het is vooral leuk voor ons om te zien. Hier ligt niet mijn interesse, maar goed, voor de gemiddelde mensen is het mooi om te zien. Maar de natuur heeft er weinig aan. Op die plek kunnen geen wilde inheemse plantensoorten zich vestigen. Ik snap natuurlijk dat de grond omgeploegd moet worden en dat ook de reden is dat die daar moeilijk de tijd krijgen om te ontwikkelen. Maar voor veel insectensoorten is dit ook niet de oplossing. En ik zou gewoon heel graag zien dat we meer naar duurzamere oplossingen gaan, waar de wilde flora meer ruimte krijgt en daarmee ook de insecten gewoon veel beter en langduriger ondersteund worden. Dat we toch naar akkerranden gaan. Ik snap dat die ook op eigen terreinen staan. Dus daar hebben we in die zin weinig over te zeggen. Maar dat we langzamerhand inderdaad wel naar die duurzame oplossingen toe bewegen. Zoals je ook al aangeeft hoor. Dat er steeds waarschijnlijk in de toekomst steeds minder bemest gaat worden. Zodat er ook meer ruimte komt voor de inheemse flora. En dat is ook echt wel iets
wat wij heel erg graag zouden zien. Maar zou je dat wat meer kunnen toelichten waarom je denkt dat er geen natuurwaarde is in die randen? Nou, in de zin van, kijk, vaak worden er bloemenmengsels ingezaaid om insecten te ondersteunen. En natuurlijk, er kunnen hommels en enkele vlinders kunnen ver vliegen, honingbijen kunnen ver vliegen en die kunnen daar natuurlijk wel voedsel vinden. Dat is natuurlijk absoluut wel een meerwaarde. Maar we zien ook op plekken, maar in ieder geval voor wilde bijensoorten doet het weinig. Die ruimte die daar maar, is maar ingenomen. Maar waar baseer je dat op? Nou, omdat bijvoorbeeld heel veel wilde bijensoorten, die hebben een vliegafstand tussen nest en voedselaanbod van 100 meter zo ongeveer. Dus binnen een straal van 100 meter hebben die nestgelegenheid nodig en hebben die nectar of pollen nodig. En die combinatie is heel vaak niet aanwezig in het agrarisch land en al helemaal niet in akkerlanden vaak. Dus natuurlijk wel weer in de schaduw. Dan nodig ik je uit om bij ons een keertje te komen fietsen, want wij passen veel mantelzoomvegetatie toe. Dus wij kiezen locaties van onze akkerranden vaak langs bosranden, ook langs bomenrijen. Ja, maar dan is juist de bosrand is natuurlijk wel hetgeen waar inderdaad de wilde bijen... Maar dat is en onze randen staan ook in de winter over. En doordat ze in de winter over staan, zijn er holle stengels waar insecten hun toevlucht in kunnen zoeken. Ik ben heel blij om dat te horen, maar op heel veel andere plekken, jij zit natuurlijk in de Veluwe, dat is natuurlijk sowieso al meer zandgrondgebied en daar heb je misschien dus ook veel meer plekjes waar wilde bijensoorten... Dat snap ik, maar je bent nu wel aan het generaliseren. Dat is waar, dat klopt, het is wel ook wat Koos Biesmaier in het themanummer zelf schrijft. Dat snap ik en ik erken ook een heel stuk expertise en dat is expertise die wij heel graag zouden gebruiken, maar er worden heel veel uitspraken gedaan, ook in de media. En dat zijn meestal ecologen, floristische experts, die vanuit hun kennis van buitenaf kijken. Want je kan niet alle mengsels over één kam scheren. Nee. Wij hebben 2 jaar geleden gezegd van, wacht eens eventjes, wij gaan onze mengsels even onder de loep nemen. Dat hebben we gedaan samen met een biologische zaadleverancier, met externe ecologen. We hebben boeren erbij betrokken, loonwerkers. Onze insteek is, kijk, het is ontzettend moeilijk om oplossingen te vinden voor dingen zo complex als biodiversiteit. Want een focus op één soort kan nog steeds een kind met het badwater weggooien, omdat het uiteindelijk onderdeel uitmaakt van de ecologische matrix. Het is ontzettend moeilijk op het moment dat mensen generaliserend bezig zijn over akkerranden en dit soort dingen zeggen. En ook wat je aangeeft van dat voedselaanbod. Kijk, de Cosmea's waar Arjan het net al over had, dat is echt zeg maar de rode lap voor de stier voor heel veel mensen in de biologische wereld. Maar het is een feit dat dat ding ontzettend goed bloeit. Het bloeit relatief laat, want we hebben ze net midden november zijn de laatste uitgebloeid. Ja. Wij gebruiken ze in onze mengsels om de bloeiboog te verlengen. En op het moment dat ik gesprekken heb met mensen erover en ze zeggen, dit kan echt niet, dan geef ik ook wel aan er zitten niet alleen maar Cosmea's in. De ecologen die betrokken zijn bij onze mengselontwikkeling, we hebben specifiek gekeken naar wilde soorten hommels en bijen en wat hebben die nodig. Want we weten gewoon dat die wilde soorten belangrijk zijn. En op het moment dat er in zo'n rand dat insecten aangetrokken worden door mooie felgekleurde bloemen. En ze komen daar aan en ze denken, hé, geen voedsel. En daarnaast staat een bloem die wel het voedsel kan leveren. Ja. Dan zijn we nog steeds goed bezig. Je bent bezig met een tijdelijke oplossing. En weet je, op het moment dat je op de snelweg rijdt en je ziet een grote M, dan denk je ook, daar is de grote M. En je gaat naar binnen en je haalt vervolgens je eten. Dus, en dat is wel, ik snap dat jullie het anders willen zien. En ideaal gezien zouden wij dat ook wel willen, maar het gaat om die afweging en dat compromis om te zorgen dat iets werkbaar wordt en ook in de praktijk wordt toegepast. Maar je gaat er nu ook zomaar van uit dat sowieso een akkerrand die is ingezaaid meer voedselaanbod heeft dan een maisakker. Ja, dan een maisakker. Ja, dan zeker. Ja, daar maar ga ik dan een akkerrand die bijvoorbeeld over meerdere jaren gewoon natuurlijk en spontaan is ontstaan. Daar zit ook voedselaanbod in. Dus nectaraanbod en pollenaanbod. Dat klopt. En dat is ook waarom wij steeds meer naar die meerjarige randen toe willen.
En dat is ook dat is iets wat, wat al ingezet wordt. Want soms mis ik gewoon heel erg dat er niet goed onderzoek naar wordt gedaan van oké, we gaan even een aantal plekken met elkaar vergelijken. Hier gaan we helemaal niks doen en hier gaan we op de lange termijn een soort meerjarig plantenmengsel inzaaien. En dan gaan kijken wat leeft hier qua insecten, als we het even daarbij houden, en wat leeft hier qua insecten. Ja. Het wordt gewoon heel weinig vergeleken. Er wordt heel erg snel van uitgegaan. Nou, die ingezaaide berm, daar staan meer bloemen, dus daar zijn meer insecten. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet altijd zo. Maar dat wordt bij ons wel gedaan. Wij hebben bij boeren die inderdaad ook die vragen stellen en ook zeggen van Sarah, hoe zit dat nou met die meerjarige rand? Ik zie eigenlijk dat als ik mijn rand, mijn eenjarige rand, wat gebeurt nou als ik helemaal niks mee doe? Dan hebben wij soms zoiets van, hey, laten we dat gewoon eens proberen. Laten we eens proberen geen grondbewerking. Laten we het proberen alleen af te maaien en het zaad te laten liggen. Kijk eens wat er gebeurt. Dus op een pilotschaal zijn wij daar wel mee bezig. Maar wij zijn een uitvoeringsorganisatie. En wij kunnen onze pakketten alleen afsluiten met medewerking van boeren. Dus je hebt helemaal gelijk. En ik vind dat een heel goed punt ook om aan te stippen. Het zou heel mooi zijn als er meer budget zou komen om echte data te verzamelen, om ook echt zeg maar te kunnen onderbouwen en ons ook richting te geven in de toekomst. Dat ben ik echt helemaal mee eens. En dat is ook echt een vraag van ons. Wordt dan die economische afweging anders? Voor die dan wordt die economische afweging niet anders, maar dat betekent wel dat we ook richting... uiteindelijk worden dingen gefinancierd vanuit de provincie, ook landelijk, dat wij ook kunnen onderbouwen waarom wij meer budget nodig hebben. Want het ANLB, dus de grijs natuurbeheer wat wij voeren, dat zit in de tweede pijler van het GLB-beleid. Het is heel specifiek doelgericht maatwerk. Alles moet onderbouwd worden. En op het moment dat wij specialistische projecten willen gaan doen, onder andere bijvoorbeeld met Floron, als we zouden willen zeggen, we hebben een bepaald biodiversiteitshotspot, wij willen hier meer en dit ligt in een agrarisch gebied, laten we kijken wat we kunnen doen, dan zou dat heel mooi zijn als daar ruimte voor komt. En die ruimte hebben we niet. Ja. Zijn er ook grondeigenaren, agrariërs, die inmiddels toch een bepaald mededogen voor alles wat leeft in hun eigen omgeving zeggen van, joh, geef mijn agrarische grond maar terug aan de natuur? Speelt dat al bij jullie? Ons gebied zit vol met agrariërs die mededogen hebben voor alles wat leeft in hun omgeving. Dat is in ieder geval iets wat boven water staat. Als het gaat om teruggeven aan de natuur, wij zien inderdaad hier en daar wel dat mensen sommige stukken omvormen naar natuur. Ook vanuit de provincie zijn daar ook regelingen voor. Vooral om die dooradering die je eerder ook al noemde, om die wat meer door te zetten. Dat is ook een van de redenen waarom wij als collectief in het leven geroepen zijn, om ook gebiedsgericht elementen met elkaar te gaan verbinden en te zorgen dat we geen ecologische bottlenecks krijgen. Dat soorten zich goed kunnen verspreiden door het gebied. Dus daar zijn we wel mee bezig. Maar ik denk niet dat het een oplossing is om te zeggen, we gaan het teruggeven aan de natuur, want uiteindelijk is... Geen oplossing voor de mens. Nou ja, weet je, uiteindelijk, wij zijn als mensen ook onderdeel van een groter ecosysteem. En daar moeten we ook onze verantwoordelijkheid voor nemen. En de agrarische traditie, dat gedeelte heeft dat ook het landschap gevormd tot wat het nu is. Dus het is denk ik te kort door de bocht om te zeggen van... uit mededogen geven wij het terug aan de natuur. Er is een wezenlijk verschil tussen agrarische natuur en de natuur waar Floron zich mee bezighoudt en ook weer de stedelijke natuur. Omdat het ene leven meer waard is dan het andere leven. Ik denk niet dat we daar een waarde aan moeten gaan hangen. Ik denk dat verschillende gebieden zijn die naast elkaar versterkt kunnen worden. Maar juist in het agrarisch gebied, ja. Even terug naar de stelling. En ik wou ook eventjes bij jou, Arjan, verkennen hoe jij ervaart dat het inzaaien en de bijen bijvoorbeeld in de stad, hoe dat met elkaar werkt. Hoe zijn jullie ervaringen daarmee? Heb je daar een beeld bij? Daar hebben we zeker een beeld bij. Aan? Ja, nee, wij komen natuurlijk op onze plekken waar wij zelf een rol spelen met inzaaien of inplanten regelmatig terug. Er zijn ook monitoringen door andere grondeigenaren. We komen ook in grondeigenaren die zelf grond hebben en omvormen naar
naar een ecologisch paradijsje, om het maar even zo te zeggen. En daar zie je de consequenties van het anders inrichten van het landschap en ook een park of een berm, dat er veel meer leven ontstaat. En zeker als je de bodem met rust laat, ook voor langere duur, dat er allerlei bodemleven ontstaat. En ook heel simpel gezegd, meer muizen, meer insecten als spinnetjes, mieren die met rust gelaten worden als je de bodem met rust laat en niet iedere maand geschoffeld wordt. En dat betekent ook dat je ook in de inrichting rekening houdt met de overwinteringsbiotopen en alles wat deze beesten nodig hebben. Daar denk je over na en dat neem je mee. Nou, daar denken wij over na, maar wij grijpen als mens, als stichting in de flora, de aanwezige flora, door liefst in te zaaien, want dan krijg je het mooiste ontwikkeling, de meest natuurlijke ontwikkeling vanuit zaad tot kiemplantje tot volwassen plant. Mm-hmm. En met beheren kun je dat sturen in stand houden. En wij richten ons niet op die soort moet hier komen of die soort heeft meer waarde dan de andere soort. Mm-hmm. Als er een rijke flora leven is, ontstaat er al tal van ander leven. Wij kweken onze eigen planten die we zelf gebruiken in ons project en plekken. Op ons eigen kwekerijtje, met autochtoon zaad. Daar hebben we ook tal van bloemrijke velden, moederbedden voor de soorten die wij kweken. En daar zien wij dagelijks, als we op de kwekerij zijn, wat voor leven dat trekt. Want er was voorheen gewoon een grasland met wat bekende kruiden die toch wel in de graslanden voorkomen, als die gelukkig niet al te veel bemest is geweest. En dat is dit land. Dan zien wij extreem zeldzame soorten op onze bloemen afkomen, die er voorheen niet kwamen, omdat er geen bloemen waren. Maar daar schenken wij eerlijk gezegd zelf niet zo heel veel aandacht aan, omdat het niet sec om die soorten gaat, maar om de verrijking van het basissysteem, de bodem en de flora. Ja. Maar in steden zien we ook vaak dat er heel veel voedselrijkdom in de bodem zit, waardoor natuurlijk zo'n plantengemeenschap heel erg verarmd is. Mm-hmm. Als je daar natuurlijk nieuwe planten gaat inzaaien, heb je natuurlijk een tijdelijke opleving van allerlei soorten. Maar als je die oorzaak van die verrijking niet wegneemt, dan mm-hmm. op den duur verdwijnen ook weer de hele mooie ingezaaide soorten. Dus ik denk, ik zou veel liever zien, ga eerst eens even echt een flink aantal jaar inzetten op verschalen en ecologisch beheer. Ja. Voordat je de stap zet om in te zaaien. Want er wordt gewoon, ja, dat vind ik gewoon heel jammer. Er wordt zo snel gekozen voor inzaaien. Er wordt niet vaak, en dat zal misschien in jullie werk anders zijn, maar er mm-hmm. wordt vaak niet eerst gekeken, wat groeit hier nu allemaal? Wat komt hier al voor aan insectensoorten? En wat is de oorzaak dat het dus verarmd is? En voordat je die drie dingen eigenlijk goed bekeken hebt, is het gewoon heel erg zonde van de energie, van de investering ook, om meteen te gaan inzaaien. Eens, wij werken heel vaak vanuit een menselijke behoefte om in te grijpen, om dingen mooier te maken. En wij kiezen er dan voor om dat met de inheemse wilde flora te doen. Dat is in het stedelijk gebied en in onze perceptie is het niet 2 voor 12, maar al lang 12 uur, als het om de biologische diversiteit gaat. En in de stad wordt zoveel rotzooi voor de korte termijn aangeplant, als ik heel eerlijk ben, dat wij daar een tegengeluid, een ander beeld willen laten zien. Want soms, weet je wel, dan heb je op plekken heb je mooi ingericht dan, mooi ingezaaid, mm-hmm. maar op die manier denken dus ook heel veel stedelingen of mensen in het algemeen denken, nou, mooi, we zijn hier klaar, we hoeven hier niks meer te doen. Ja. Terwijl juist, weet je, we moeten naar duurzame oplossingen toe. We moeten ruimte bieden aan de inheemse flora. We moeten ruimte bieden aan de lokale insecten. Mm-hmm. En die duurzame oplossing zit veel meer in, denk ik, het beheer op orde krijgen. Want anders verlies je dus ook weer die soorten. Nee, eens. Maar een heel praktisch voorbeeld. Door de mens geïnitieerd is hier de botanische tuin om de hoek. Mm-hmm. Daar leeft de Knautsia bij. Zeer zeldzame soort. In de Natuurplaza tuin. Ja, dus die had hier waarschijnlijk niet gezeten. Die zat dan verderop nog in Bergendal. Als dat niet was geïnitieerd ooit om daar een aantal planten in te zaaien. En jullie hebben het hier ook naast het pand gedaan. Om daar een natuurlijke omgeving te creëren. Door de mens gecreëerd en beheerd. Ter ondersteuning van die mooie soorten. Maar ook de wilde bijen die erop afkwamen. Ja, tuinen zijn natuurlijk altijd wel een beetje een In de stad aparte... is het een kwestie van tuineren.
Ja. Wij zien het allemaal maar als tuinieren in de stad. Het leuke in de stad is dus ook dat je voor verrassingen kan komen te staan. In de stad komen allemaal soorten aanwaaien. En als je die niet voldoende ruimte geeft, geen ruimte voor spontaniteit, mis je dat ook allemaal. Het is voor, wat mij betreft veel minder leuk of veel minder een ontdekkingstocht om langs een ingezijde locatie te lopen. Die veel mensen natuurlijk als heel mooi zien. Maar het is juist leuk om op een braakliggend terrein te komen waar niet is ingezaaid. En daar is goed te gaan kijken, wat staat hier allemaal? Maar, en dat mis ik soms wel heel erg. Dan kom ik toch weer op jouw 12 uur. Is daar nog wel tijd voor? Om ons alleen maar te laten verrassen. Ik denk dat dat een heel goed punt is. Want ik herken ook die urgentie die jij aangeeft. En ik snap ook... ik snap je insteek, maar anderzijds, we zitten inderdaad op een punt waar steeds meer soorten verdwijnen en de hele urgente klimaatopgave en ook biodiversiteitsopgaves liggen. Dus wijk je ze in ieder geval voor om te kijken naar een robuust systeem wat nu zich staande kan houden en ook dynamisch kan meebewegen. Want zeker in het agrarisch gebied, natuur in het agrarisch gebied, het is geen museum. Soorten behouden om soorten te bouwen, ja, het is heel belangrijk. Maar uiteindelijk de kracht van het systeem is dat soorten met elkaar kunnen samenwerken. En dat er een bepaalde balans ontstaat, die ook in de toekomst kan meegroeien met de dingen die we nog op ons dak krijgen. En dat gaat veranderen, nou, dat zien we al. Maar ik onderschrijf natuurlijk helemaal dat we soorten moeten ondersteunen. Dat is natuurlijk ook wat ik zelf doe. In soortbeschermingsprojecten gaan wij natuurlijk ook actief aan de slag om bepaalde rode-lijstsoorten, bedreigde soorten te ondersteunen. Dus dat snap ik ook heel goed. Ik denk gewoon heel vaak niet dat inzijden de oplossing is. Ja. Ik denk dat dat heel korte termijn een oplossing is. Maar ik wil juist naar lange termijn oplossingen toe. Ja. Want ik zag in de chat ook al een vraag over van... het beheren van bermen, het beheren van slootkanden, ook in het agrarisch gebied, is natuurlijk iets wat, daar zie je natuurlijk ook heel vaak dingen heel erg misgaan. Ja. Hoe kijken jullie daar tegen? Nou, jij kan daar misschien mee beginnen, maar ik zou zeker ook van jullie willen horen wat... Vaak horen we natuurlijk dat de insecten heel erg onder druk staan, dat op bepaalde momenten natuurlijk een berm helemaal wordt gemaaid en dan bam, alles voedselaanbod is weg. En dat speelt ook in het agrarisch gebied natuurlijk, omdat daar de groenstroken, de verbindende stroken, zijn er natuurlijk heel belangrijk voor insecten, omdat bijvoorbeeld op een maisakker, op de akker zelf, niks te vinden is. En we zien dus als die groene stroken, die linten, die bermen op de talud, niet ecologisch beheerd worden en er dus geen faunastroken of overstaanders intact blijven, dat er inderdaad helemaal geen voedselaanbod is. Dus we moeten absoluut beginnen eerst met ecologisch beheer, sowieso. En op sommige plekken verschalend beheer, om daarmee meer ruimte te bieden voor andere soorten. En dus niet alleen de ruimste soorten kansen te geven. En daarna, mocht de hele situatie alsnog heel erg arm zijn, zitten heel weinig zaden in de zaadbank. Het blijkt toch moeilijker voor plantensoorten om op die plekken zich te vestigen. Dan zou je nog eens kunnen kijken, wat is er hier nodig ter ondersteuning van een specifieke insectensoort, een specifieke vogelsoort? Ik vind dat ook een heel logisch verhaal. Alleen de praktische problemen waar wij tegenover staan, is verschalingsbeheer alleen is ook niet het antwoord. Want uiteindelijk hebben we het over productieve grond. Dus dan komen we weer terug bij het verhaal. Daar waar geen productiegewas staat, daar moet iets staan wat in ieder geval voldoende oplevert om te concurreren. En het moet ook een functie hebben in de agrarische praktijk. Maar wat bedoel je met voldoende oplevert? Het is grond. Grond is duur. Grond wordt gepacht. Grond is aangekocht. En het is onderdeel van een bedrijf. Dus de pakketten waar wij mee bezig gaan. Maar zij krijgen dan subsidie? Onze boeren krijgen een beheersvergoeding voor het beheren van een akkerrand. En daarbij koppelen we dus, we zaaien die akkerranden in. Samen met deelnemers kijken we naar het beste beheer. Dus de dingen die jij noemt, die je graag zou willen zien... Die gebeuren bij ons. Er wordt zoveel mogelijk gefaseerd gemaaid. We zijn nu ook aan het kijken om meerjarige randen in te zaaien. En om pilots te gaan doen met als we die rand extra breed maken. Kunnen we het ene jaar de ene rand maaien.
En dan het maaimoment zo inrichten dat we dat of doen voordat de insecten in hun overwintering gaan. Of net nadat ze uitgevlogen zijn. Het beleid op het gebied van landbouw is ook nog niet altijd natuurinclusief. Dus dat zit ons soms nog wat in de weg. Maar we hopen daar ook gesprekken over te voeren in de toekomst. Dus gefaseerd maaien is, is iets waar we mee bezig zijn. We hebben ook onze eigen versie ontwikkeld van sinusbeheer. Dat noemen we vlinderstroken en die passen we ook toe op kruidenrijk grasland. Waar we dus ook weer gefaseerd maaien en die stroken ook weer laten overstaan. Dus ik ben eigenlijk wel heel blij dat ik je nu hoor aangeven dat je daar zo tegenaan kijkt. Want dit zijn allemaal aannames die niet in de praktijk getoetst zijn. Dus ik zou ook echt mensen uitnodigen, dus op het moment dat je vragen hebt en je leest een artikel in de krant. Ga er dan niet van uit dat dat ook zo is, maar zoek ons op. En kijk daar ook echt naar, want heel veel dingen worden wel gedaan. Dus op het moment dat jij zegt van, ik vind, je moet niet te snel of niet meteen inzaaien. Mm-hmm. Het is niet zo dat wij snel inzaaien, het is niet zo dat wij meteen inzaaien. Wij kiezen voor inzaaien en daar hebben we een onderbouwing bij. Mm-hmm. En die onderbouwing is gebaseerd op verschillende belangen die we afwegen. En dat is best wel heel lastig, want op het moment dat jij grond hebt met alleen een bestemming natuur, dan kun je daar alleen je focus op leggen. Ja, en ik moet ook zeggen, ik redeneer natuurlijk heel erg vanuit het plantenperspectief. Ja, en dat snap ik. Ja. Ik begrijp natuurlijk ook heel goed dat een strook natuurlijk wel bijvoorbeeld voor insecten of voor andere soorten iets kan opleveren, maar vanuit het plantenperspectief. Ja, ja. Ja. Zien we in het... focus ligt natuurlijk wel een beetje op het agrarisch landschap, hè? Omdat we daar gewoon... Ja, ook onze meeste winsten behalen. Nou, misschien ook wel, maar... Dat weet ik niet, hoor. Ik redeneer ook een beetje van zeg maar, onze achterban, hè, de floristen die ook gewoon zien wat er in het landschap gebeurt. Ook aan inzaai natuurlijk. Dat is niet altijd positief. Wordt dat ervaren, laat ik het zo zeggen. Mm-hmm. Maar als we nou toch even een stapje terug doen en kijken naar van oké, we hebben die bermen die al verarmd zijn voor een deel, die we beter zouden kunnen gaan beheren, hetzelfde geldt voor de slootkanten. Zou het dan toch niet in dat agrarisch land een kans zijn om wat extra's te bieden op de plekken waar we dit soort verbeteringen aan het doorvoeren zijn in het beheer, om toch met die inzaaistroken te werken? Is dat nog een middenweg? Is daar in ieder geval een plek te vinden om dat soort dingen te gaan ontwikkelen? Hoe kijken jullie daar tegenaan? Ja, ik denk eerlijk gezegd dat het al gebeurt voor een deel. Maar op relatief kleine schaal en toch met name vanuit economische bril het landschapbeleid wat we hier in Nederland hebben. Kijk, wil je eerlijk gezegd met het verlies aan biodiversiteit in Nederland echt een verandering gaan realiseren, dan moeten we toch echt permanent werken aan gemeenschappen, ecosystemen. En daar hebben die akkerranden nauwelijks een rol in. Eigenlijk gebeurt het al op dit moment dat de rechtsstaat, de rechters zeggen, jongens, jullie moeten het anders gaan doen, overheid. We hebben allerlei problemen die we moeten oplossen. En een van de oplossingen, die wordt nu al uitgewerkt, om het maar zo te zeggen, is om weer een deel agrarisch terug naar de natuur te brengen. En dan op een goede manier gaan inrichten, aanleggen, beheren, et cetera. Vanuit natuurwaarde, flora en fauna geredeneerd en niet vanuit zozeer de mens geredeneerd. En vaak is dat een economische redenering. Ja. Als jullie alle twee nog even kort willen reageren, dan ga ik daarna even. Vanuit mijn standpunt zou ik zeggen dat wij juist heel erg openstaan. Om met name in biodiversiteitshotspots om gebruik te gaan maken en te gaan samenwerken met organisaties zoals Floron. Op het moment dat jullie gebieden zien waarin jullie zeggen van hey, hier is floristisch, hier zijn belangrijke dingen die we graag willen behouden. Wij zitten nu tegenover elkaar, maar we staan niet tegenover elkaar. Weet je wel? Dus daar waar wij kunnen onderbouwen dat we maatwerk gaan leveren, willen wij dat heel graag doen. En jullie expertise is denk ik heel erg nodig om daar ook een impuls aan te geven.
Maar de praktische mogelijkheden die wij hebben. We hebben natuurlijk een heel groot gebied. We hebben 42 collectieven in Nederland. We hebben ook hele specifieke eisen per natuurgebied. En ja, ik zou die samenwerking graag opzoeken. Ja, als laatste zou ik willen zeggen. Juist ook in het agrarisch gebied staan heel veel soorten onder druk. Er staan natuurlijk echt ook nog rode lijstsoorten in bermen. En die moeten we echt, kost wat het kost, moeten we die beschermen. Dat zijn natuurlijk de soorten die vroeger natuurlijk veel wijdverspreider voorkwamen. En nu eigenlijk zijn teruggedrongen tot de bermen en daar dan dus in nog kleine hoeveelheden, kleine populaties staan. Daar moeten we gewoon vanaf blijven goed beheren. En ik heb er natuurlijk begrip voor dat er voor andere soorten ruimte wordt geboden op de akker zelf. Ik zou graag zien dat er minder wordt ingezet en dat er meer op duurzaam en spontaniteit ook wordt ingezet. Maar zolang we in ieder geval maar die bermen in het agrarisch gebied met de hoge floristische waarde gewoon goed gaan beheren en vooral niet inzaaien. En daar kunnen gemeentes inzaaien. Echt hele grote, grote rol in spelen. En gelukkig zijn er ook heel veel gemeentes heel actief daarmee bezig. En ook heel veel boeren. En ik, weet je wel, nu zitten we inderdaad, het lijkt een beetje of we tegenover elkaar zitten, maar er zijn natuurlijk heel veel mensen heel erg goed bezig. Ja. Maar er zijn nog heel veel goede stappen te maken. Ja. En inderdaad, graag meer overleg. Maar in communicatie en inderdaad uitwisseling, want er gebeurt heel veel en de nuancering in dit soort gesprekken is denk ik heel belangrijk om vooral te zorgen dat we maar van elkaars kennis en mogelijkheden gebruik kunnen maken. Zeker. Ja, moet ik dit dan nu nog hangt er vanaf hoeveel tijd je er hebt. Nee, maar jullie hebben nu zijn tot een mooie afronding gekomen volgens mij. Weet je, onze toekomstige generaties, eigenlijk de huidige jonge generatie, die hebben niet meer de luxe om niets te doen en te denken dat het wel goed komt. Nou, ik hoop ook heel erg dat het nieuwe kabinet ook met betrekking tot stikstof, wat ook gewoon die deken die wij altijd benoemen en die in het land ook zoveel kwaad doet, dat daar ook wat aan gebeurt. En ondertussen gaan we proberen de plekken te vinden waar we elkaar vinden en samen op te trekken. We proberen zo min mogelijk in te zaaien, maar toch, waar het niet anders kan, daar gaan we het misschien toch wel doen. Hè? We hebben in ieder geval wel een goed gesprek gehad al over mengsels, dus we staan daar zeker voor open. Dus, Dan wou ik jullie zeer hartelijk bedanken voor jullie bijdrage. En Mike, bedankt voor de techniek. Ach, gedaan. En dan sluiten we hierbij de discussie af.